om de reis die je maakt. En we zeggen natuurlijk wel eens van, ja, wat is nou het allermooiste? Dan zeg je van, ja, de reis of de bestemming. En dan zeg je, ja, nou ja, de reis is mooier dan de bestemming als het goed is. Want die bestemming wil je graag realiseren. Maar voordat je daar bent, moet je natuurlijk een heel traject afleggen. Dus zorg er in godsnaam voor dat die reis op zijn minst de moeite waard is. En weet je wat dan cool is? Tenminste vind ik cool. Dat je ook zorgt voor het juiste reisgezelschap. En als je dat, nou ja, bij elkaar hebt, ja, dan heb je een mooi leven. Ja, want vandaag hebben we het over waar je energie van krijgt. En, ik had weer niet in de gaten dat jij brekkend had gedrukt. Oh, wat ben jij stiekem. Ik heb dit mooie moment vastgelegd. Nee, wat ben je toch een stiekem. Oké, okay, ja. Maar je hebt wel een punt. Want vandaag hebben we het over waar we energie van krijgen en waar het vandaan komt. En ik vind dat echt een hele lastige vraag om te beantwoorden. Wat ik wel weet is dat als ik in de flow zit, dan krijg ik dus heel veel energie van mountainbiken. Lekker veel tegelijk doen, lekker creëren en gewoon bezig zijn. Dus ik ben wel echt iemand die bezig is. Mijn moeder kon me vroeger 's nachts ook wel eens vinden spoken in huis, want dan was ik dingen aan het doen. Mm-hmm. Ik ben wel echt een doener wat dat betreft. Dus, ja. En dat vind ik ook de uitdaging, want stilzitten is dan best wel lastig. En ik vind het ook helemaal niet leuk. En dan heb je al die spirituele dingen die zeggen, ja, ik moet eigenlijk stilzitten. Maar ik vind het gewoon lekker om dingen te doen. Maar is het niet zo dat je energie krijgt van, als je die dingen doet die je het liefste doet. En nou ja, dat je die ook nog graag wilt. Dus het gaat over, denk ik, willen en kunnen, of niet? Ja, maar bijvoorbeeld als ik in mijn bed lig, ik vind dat helemaal niet, ja, super relaxed of zo. Ik vind het veel toffer als ik als ik aan mijn motor aan het sleutelen ben of aan mijn auto of weet je, gewoon lekker dingetjes maken en creëren en innoveren en met mensen praten en coachen van mensen. Dus ik ben wel echt heel actief en ja. Dat vind ik dan lastig en dat is ook mijn vraag. Daar ben ik heel benieuwd waar jij je energie vandaan had, want jij hebt ook zo'n energiebom. Mm-hmm. Maar ja, wat nou als die energie er even niet is? Waar laat je dan van op? Hoe pak jij dat aan? Dat is wel een goeie eigenlijk. Wat als de energie er niet is? Dat is wel. Nou, wat mij veel helpt dan, toch, is bijvoorbeeld dan gewoon muziek luisteren. Muziek vind ik wel echt. Ook als ik dan, als je in mineur bent, dan gewoon eventjes wat opzetten. Soms om de mineur te versterken. Dat klinkt heel, misschien wel achterlijk, want dan breng je jezelf misschien meer in de mineur. Maar ja, weet je, dan wil je gewoon heel eventjes lekker een beetje afdwalen en dan glijd je maar even weg. En dan het is ook een stukje acceptatie, want het is niet altijd zo dat je zegt van nou, ik heb even de energie niet. Hup, ik druk op een knop en ik wil die energie weer hebben, want zo werkt het volgens mij niet. Dus als het er even niet is, dan accepteer dat het er niet is. En misschien krijg je daar dan, tenminste bij mij werkt dat zo, ik weet niet of dat voor meer mensen zo is, maar dat geeft mij een stukje rust. En als je dan weer rust hebt, vanuit rust kun je namelijk weer naar energie gaan. Maar je moet dus eerst eigenlijk, als je zeg maar helemaal geen energie hebt, moet je eerst in een soort rustfase komen om weer naar energie te gaan. Om gelijk omslaan van, boef, ik heb weer die energie. Ja. Ik weet, hoe gaat dat? Ik denk dat het heel moeilijk is, Nico, of niet? Ik denk dat dat ook wel moeilijk is. En ik heb daarom ook wel wat besloten om te gaan veranderen aan de hand van deze podcast eigenlijk met jou. En ik heb dit weekend geboekt staan eigenlijk om mijn agenda te gaan schonen. En dat ik dus gewoon halve dagen ook gewoon niks plan, dat daar wat onverwachts in kan komen. Want ik heb nu afgelopen weken wel gehad dat je gewoon 6-7 afspraken per dag, 5 dagen in de week. Maar dan kan je eigenlijk niks meer creëren. En je hebt me wel bewust gemaakt met deze podcast dat creëren is hetgene wat ik leuk vind. En als ik die tijd van het creëren weghaal en alleen in meetings zit, ja, dan gaat bij mij de energie weg. Ja, dus dat is waar ik het net ook over had. Als je het dan weer hebt over muziek, dat doet dan natuurlijk wel heel veel, hè. Want als jij dan op een gegeven moment vanuit rust eigenlijk weer die booster nodig hebt. En jij zit even een goede Avicii of iets dergelijks, die zet je eventjes op je koptelefoon. Dan krijg je natuurlijk ook weer een beetje die boost. Hetzelfde met sporten. Als jij dan gewoon die challenge wilt halen. Nou, huppakee, gooi mijn tandje bij. En lekkere beat eronder. En je cheft het gewoon. dus muziek is voor mij echt wel, dat is wel een motivatiemaker, om het zo maar te zeggen. Hey, en wanneer heb je eigenlijk het meest energiek gevoeld in je leven? Wat weer een vraag, man. Dat is lekker zonder voorbereiding.
Ja, het meest energiek. Ja, ik voel me vandaag eigenlijk energiek. Al jarenlang eigenlijk. En natuurlijk, je hebt wel eens gewoon zo'n, wat ik zeg, dan heb je even die energie niet. Maar het zit me dan niet in de weg dat ik het even niet heb. En het meest energiek. Nou, ik heb het gevoel dat ik al jarenlang enorm in mijn kracht zit. Dus, en het kan natuurlijk altijd beter. En dat is dan dat je daar voor jezelf wel mee aan de slag bent. Van, nou ja, wat kun je dan nog meer? Of ja, hoe kun je dat nog anders aanpakken? Maar ja, ik voel me eigenlijk al jarenlang wat dat betreft best goed. En jij? Wanneer ik me meest energiek voelde. Nou, dat is wel grappig, hè? Want ik was op een gegeven moment helemaal sixpack ripped. En toen stond ik in de ring met kickboksen. Maar ik voelde me toen eigenlijk helemaal niet energiek. Maar als ik echt eerlijk antwoord moet geven, dan is het toen ik verliefd was, en dat ben ik nog steeds eigenlijk op Anne, toen ik net verliefd op haar was. Man, toen kon ik echt, toen kon ik alles aanjongen. Wat mooi. Nee, maar yeah. Toen trainde ik 2 keer per dag, toen deed ik mijn onderneming runnen en dan 's avonds lag ik bij haar in bed, dus sliep ik niet zo heel lang. Nee. En in die periode, waar die energie vandaan kwam, dat weet ik niet. Maar dat is het moment dat ik mijn meest energiek heb gevoeld ever. Mooi, kunnen we hem niet afsluiten, Niek. Ik vind het fantastisch. We sluiten af met liefde. Dus nou, beste kijkers, veel liefde en blijf wakker worden. Ik denk een prachtige wake-up call, Niek. Dankjewel, man. Hoi.